Inburger King gaat op de 28-jarige politiek vluchteling uit Eritrea, Ruud Tsegay, aan. En wij gaan hem eens lekker helpen aan een fijne baan. Gaat u weer mee in de Randomme Zee. Ja. Ja. Hoi. Goedemorgen. In Burger King. Perfect. Kom binnen. Goedemorgen. We gaan eens eventjes kijken wat we voor kunnen betekenen. Wilt u iets drinken? Heb je iets van Eritrese thee? Ja, we gaan proberen. Ja. Thee? Ja? Thee, ja. Valt mij altijd op die ontzettende vriendelijkheid. Hij komt dus uit Eritrea en woont nu sinds mei 2015 in Nederland. Was niet meer veilig in zijn eigen land en moest toen op de vlucht. Wilt u met suiker of zonder? Zonder. Ja, dan blijf ik. En dan wil ik op de woonkamer zitten. Graag. Ja, dan denk ik. Ik moet even wat dingen doornemen, vriend. Vind ik niet veilig, maar ik heb eerst naar Ethiopië gegaan. Daarna naar Sudan. Dan door die woestijn. Ook de Middellandse Zee naar Italië. Dan vanaf Italië door Frankrijk naar Nederland gekomen. Sinds hij in Nederland woont, probeert hij van alles te doen om aan werk te komen. Hij haalt zijn inburgeringscursus en basisdiploma, maar werk vinden blijft enorm lastig. Eigenlijk de moeilijkste ding voor mij is, welke werk is geschikt voor mij? Als jij iets gevonden dat is geschikt voor mij, misschien de taalvaardigheid is een beetje laag. Wat vind je er moeilijk aan? Uitspraak. De uitspraak vind ik moeilijk. Vooral de ge. Ja. Oké, ik weet dat de Nederlandse taal super lastig is, maar voor de rest zijn we toch uiteindelijk een prima landje. Het weer is een beetje voor mij moeilijk. Het weer? Vooral de winter is een beetje moeilijk, ja. Genoeg gelachen nu. Klauw uit de mouw. Werk aan de winkel, want ik moet hem helpen aan een baan. Maar ja, het probleem is dus dat het werk wel bij hem moet passen. Na wat minutieus speurwerk vind ik in de Spaanse polder een alleraardigst initiatief van een aantal bedrijven. Ik stuur hem dezelfde dag er nog naartoe. En in deze zogenaamde beroepentuin kunnen mensen gratis ontdekken welk werk het beste bij ze past. We zijn inmiddels een zestal weken verder en hier in de Brevaartstraat, Spaanse polder, aanbeland bij de beroepentuin waar we onze Rij Tsegay, oftewel de bemiddelaar. We gaan hem nog een keer opnieuw doen. Wij gaan eens kijken hoe het onze Rij Tsegay vergaat. En of hij al hurry op een klein beetje klaargestoomd wordt voor zijn nieuwe baan. We gaan er eens op aan. Goedemorgen. Gaat het? Ja hoor. Hoe is het? Ons bijgeleerd zo te zien. Oké. Kom maar. Lukt het een beetje? Ja hoor. Alles gaat prima. Is het leuk of zou je toch nog wat anders willen doen? Ja, liefst? Dat is prima. Alles is helemaal goed. Dus hier ga je in door. Ja hoor. Stop voor. Ja. Perfect. Wacht u. Oké. De beroepentuin is een snuffelplek voor mensen waaraan ze 16 tot 20 beroepen kunnen snuffelen die wij simuleren hier zo. En dat zij daardoor de juiste keuze kunnen maken voor een beroep. Ja. Geef mij de eindklemmen. De eindklem van boven. Ja, netjes. Men kan hier snuffelen aan het ijzervlechten, aan het stijgerbouwen, zonnepanelenmonteurs, heftruckchauffeurs, nou ja, taxi, vrachtwagen, bus. Wij helpen ze aan een vast contract, te beginnen met een halfjaarcontract. Daarna wordt er aangeboden om een BBL-opleiding daaraan vast te koppelen, waardoor er ook groeimogelijkheden zijn voor in de toekomst. Vast is vast, ja. Vast is vast. Dave, dus, een klein beetje bruikbaar als zonnepaneelmonteur? Nou, we hebben net de laatste panelen hier zo hierboven neergelegd. Hij is nu nog even met de controle bezig. Hij is hier nu bijna 2 maanden bezig, maar hij ziet het werk en dat is het belangrijkste wat er is. Dat hij ziet wat hij moet gaan doen. En ik schat hem zo in met 1,5-2 weken dat hij er klaar voor is. En, dat komt goed uit.
ik heb waarschijnlijk al een baan. Dat zal grandioos zijn. Hij staat te springen om te beginnen. Nou, we dachten. Volgens mij kunnen we voor een betaalde baan gaan. Ja. Ben je er klaar voor? Hoor je op. We zijn nu inmiddels een achttal weken verder en ik heb Hurry voorgesteld aan het Schiedamse bedrijf B-Solar. Ze leggen, monteren zonnepanelen op huizen en Hurry loopt nu alweer een poosje stage bij ze. Maar waar is die? Ja. Waar hangt die uit? Gaat die? Goed, met jou? Alles over Kiki? Een beetje uit te houden in de kou? Ja hoor. Ja? Ja. Dan gaan ze wat uitvoeren dan, want je staat alleen maar te kijken. Nou, ik moet zeggen dat we echt heel erg tevreden zijn over Hurry zijn werkzaamheden. Ik hoor natuurlijk dat hij ontzettend snel leert en ik zie hem eigenlijk altijd op kantoor met een smile terugkomen. Dus. B-Solar heeft het net als andere bedrijven in de bouw uiterst lastig om personeel te vinden. Maar een vluchteling in je bedrijf opnemen is toch nog wel een dingetje voor hen en vele andere bedrijven. Ik ben er eigenlijk heel bleu ingestapt, ook omdat je eigenlijk nog niet zo goed weet wat je te wachten staat. We hebben die proefplaatsingperiode van 2 maanden gehad. En daarin moest natuurlijk nog blijken of het ging werken, of het ging lukken. Of het werk voor Hurry ook geschikt was, of hij het echt leuk vond. Ik bedoel, het is voor ons iets nieuws, maar voor hem net zo goed. Dus ja, dat moest blijken. Janine, ik zie en hoor dat het helemaal oké naar de believen en de bekoring gaat, maar... Belangrijke vraag van vandaag van de Inburger King. Heeft hij een baan? Jazeker. Hurry krijgt bij ons een mooi contract aangeboden. Nou, we dachten. Dus missie geslaagd. Nou, we dachten. Tot de volgende keer weder. Ja. Er ligt er net de wees gegroet pet. Nou, we dachten. We gaan er weer even tussendoor. Paul Floor, op naar een volgende opdracht. Gaat u weer mee in het Rande Museum. Dus, ja, hey. Ik denk dat jij het beter kan. Ik ga er gauw van tussendoor. Even naar Litouwers, gefeliciteerd.